Hulle sê die beste helpende hand is die hand wat jy vind aan die einde van jou eie arm. Met ander woorde, jy moet nie altyd na ander mense kyk om jou te help nie. Doen iets vir jouself as dit gedoen moet word. Maar dan gaan die gesegde verder. Dan het jy nog 'n hand. En met daardie hand kan jy iemand anders help. Van een helpende hand is iets wat ons in die Bijbel ook kry, en ons kry dit vooral in die psalms. Die Here se hand wordt oopgemaak, so lees ons in Psalm 104 vers 28, die Here se hand wordt oopgemaak en ons wordt versadig met die goeie. Met andere woorden, van Godse kant zelf, hy in wie se beeld ons gemaakt is, van Godse kant zelf is daar een helpende hand. En dan vooral prachtig in Psalm 139, die vijfde en die tiende verse, die Heere sluit ons in van achter en van voor, en dan staan daar, David sê, U lee U hand op mij. Al gaan ik naar die uiteinde van die see toe, ook daar zal U hand my lei en U rechterhand my vasthou. En omdat ons dan naar die beeld van God geskapen is, is dit ook voor ons goed om in ons eigen situaties een helpende hand te hebben. Helpende hand voor mensen rondom ons. En waar begin dit? Dit begin bij ons eigen gezinnen. Dit begin daar in die kleine, in ons eigen gezinsverband. Daar waar ons dikwijls niet die tijd het voor mekaar nie, dikwijls niet die geduld het met mekaar nie. Maar wat een prachtige oefenskool is die gesin wat die Heere voor ons gegeet nie. Wat een prachtige oefenskool is het nie, daar waar ons een hand kan uitreik om iemand anders te help, om iemand vast te hou, om iemand te vertroos, om iemand leiding te gee. Daar die hand aan die einde van jou arm, gebruik dit ook daar in jou eie gesin, daar waar ons mekaar kan vertroetel, daar waar ons mekaar deur die genade van die Here op die regte pad kan help. So wanneer ons denk aan Godse helpende hand, dan is dit een helpende hand wat oor geslagte heen kom. Want hy is een getrouwe verbondsgod. Hy is die God wat goedertierenheid aan ons bewys. Een goedheid wat net voordier en voordier en voordier oor geslagte heen. En so ook, wanneer ons as ouers met ons kinders of grootouers met ons kleinkinders, wanneer ons aan hulle liefde bewys, wanneer ons na hulle uitreik, wanneer ons ons hande na hulle uitbrei, dan is ons bezig om dit te doen wat God vir ons geleer het met sy goedertierenheid, en dan dra ons ook daar dieselfde goedertierenheid, daar dieselfde genade oor, van geslag tot geslag. Ek is die probleem en ek is die oplossing.